Deze nieuwsuitzending is van zondag 11 oktober en het is 9 uur in de ochtend. Gisteren heb ik Sabbat gevierd en daar ga ik vandaag even van bijkomen, denk ik. Ja, is dat wel leuk, hè, om Joods aanhanger te zijn. Dan heb je zaterdag vrij en zondag heb je ook maar vrij, ja. Ik kom 2 keer vrij. Ik ga het hebben over corona. Ik ben die sterftecijfers al een tijd aan het bijhouden. En dus even kijken hoor, is dat nou... Oh, Piri, had je dat niet even voor kunnen bereiden? Ja, had gekund. Even kijken hoor, kopie. Ik heb zo klaar. Even een minuutje naar beneden. Die moet dan ook. En ja, volgens mij is die 2 kopieer. En dan plak ik die hier. Ja. Hop. En dan nog een keer plakken. Nou, de afgelopen week zijn er in Nederland 155 mensen minder. Nee, wacht even, ik ga goed kijken. Nee, er zijn 155 mensen meer overleden dan vorig jaar in dezelfde week. En in de week 39 was dat ook zo. 133 dan meer. In week 38 daarentegen 48 mensen minder. Dus. Och. Het loopt niet echt gierend uit de klauwen. Kijk, 133 mensen meer overleden dan vorig jaar of zo. Of 2018. 150. Ja, ja. Het zijn niet allemaal coronadoden. Dat kan niet, lijkt mij. Ik moet het nog eens even goed gaan doorrekenen. En een grafiekje van maken en dan kan je het zien. Kijk, het varieert. Hè? Dus, tot en met week 37. Nou, dan kan je nog steeds zeggen over het hele jaar 2020. Zijn er ongeveer 5000 mensen minder overleden dan in 2018. Dan moet je wel die periode van week 12 tot en met week 19 naar buiten laten. Maar dan zitten we nog steeds in de plus. Dus gaat het goed met ons? Klaar. Maar het gaat niet zo goed met ons. Want we zitten in die maatregelen. En die zijn erg vervelend. Waarbij ik er gelijk aan toe moet voegen dat, kijkend naar de horeca, waarvoor dit echt een genadeklap wordt natuurlijk, hè. Ik heb nou al gehoord van regio's waarin het restaurant niet langer was toegestaan om alcohol te serveren binnen. Dus als je dan een glaasje wijn wilde drinken bij Chateaubriand, dan moet je op het terras gaan eten. Dat is toch te gek voor woorden. Hé, dat is leuk voor jou als restauranthouder. Hey. Je gasten, die als kleine kinderen, mogen ze niet een klein glaasje wijn bij het eten. Vanwege de wat? De corona? Jojo. Wat er aan de hand is, is dat er een wereldorde organisatie gedachte is. En die is er al heel lang. In het eerste boek van Mozes wordt het al benoemd. En in de volgende boeken van het Oude Testament ook. En zelfs in het allerlaatste boek van het Nieuwe Testament wordt het ook nog genoemd. Datzelfde woord. En dat woord is Babylon. En
En Babylon heeft een doel op zichzelf en dat is de overheersing van de wereld. Klaar. Ze hebben nooit iets anders gewild. Het was altijd hun doel. En waarom zouden ze ermee ophouden? En in zekere zin moeten ze dat doel wel realiseren. Want als ze het niet realiseren, dan heb je zo dadelijk 2 wereldorders. Of 3 of 4 of 5 of 10 of 30. En dan krijgen ze oppositie en dan gaan we achter ze aankomen. En dan willen we onze fietsen terug. Om maar eens een oud Nederlands grapje erbij te halen. Dus in zekere zin moeten ze wel vooruit. En ik zou ook niet weten waarom ze dat niet zouden willen. En met zo'n Jeffrey Epstein kan je zien in wat voor werelden die mensen leven. Al Gore die hield het verhaal over die zielige ijsberen. En een stijgende zeespiegel en dat soort dingen. En terwijl hij dat soort verhalen in de ronde slingert, heeft meneer een villa gekocht aan ergens in Zuid-Amerika aan de oceaan. Aan het strand. Nou, dan ben je niet echt bang voor een stijgende zeespiegel, dacht ik. Maar ons gaat hij dat dan vertellen. Van, oh, de zeespiegel stijgt en dat verdrinken alle zeehondjes. Idioterie is dat. Die mensen leven in een enorme wilde. En ze hebben een probleem met de overbevolking. Dat is hun woord, hè? Overbevolking. Ja, dat is hun overbevolking. Er zijn nog veel te veel van ons. Dus dan krijg je steeds maar weer in de krant te zien dat er te veel mensen zijn. En dat gaat uiteindelijk van generatie op generatie. Geeft dat een zo'n schouderafhangend gevoel. Van nou ja, daar heb ik er ook geen zin meer in. Terwijl er helemaal geen overbevolking is. Pak je rekenmachine er maar bij. Dus je, dan moet je het aantal vierkante kilometers aarde, grond nemen, land. Nou, neem je daarvan 10%, vanuitgaande dat 90% onbewoonbaar is. Nou, heb je zoveel vierkante kilometer, moet je dat delen door het aantal mensen. Wow. Het komt er ongeveer op neer dat als wij in Europa zouden we eerlijk verdelen over dat iedereen een stukje krijgt. Hè? En dan moeten we wel normaal doen tegen elkaar. Hè? Maar als iedereen harmonieus hier zou leven, dan kan de hele wereldbevolking in Europa leven. Ja, maar punt 1, ja, wij zijn niet zo vredelievend. En ja, dan krijg je dat je politiekantoren moet hebben en snelwegen. En dan raak je allemaal vierkante kilometers aan kwijt. Plus het feit dat iemand die bij de politie werkt, ja, die is niet bezig met het bebouwen van het land. Dus dan moet dat weer geautomatiseerd worden. En dan moet je weer een trekkerfabriek hebben. En, ja, je kent het wel. Maar er is geen overbevolking. Er is een hoop ontevredenheid onder mensen. En dat geeft heisa. En dan denk je, oh, wat is het toch druk, wat is het toch druk. Ja, vanwege al die protestdemonstraties. En al die alarmerende dingen in de krant. Er is geen overbevolking en er is geen energieprobleem.
Er is ook geen milieuprobleem met CO2 of NO2 of CH4 of kobalt 64. Echt niet. Ga weg. Ja, bij Tsjernobyl, dus die kernenergiecentrale in de fik gegaan. Dat heeft geen schade opgeleverd aan de natuur van Tsjernobyl. Sterker nog, het gebied, het werd ontoegankelijk verklaard voor mensen. En sinds die tijd is daar een geweldige natuur ontstaan met hele bijzondere beestjes. Ja, vind je het gek? Er komen geen mensen meer. Wij moeten niet zo moeilijk doen over dat soort dingen. En het hele punt is... wij worden verleid door die verhalen. Dit is van die mensen uit niets anders dan entertainment. Ze moeten ons bezighouden. En daarmee... met dat ze ons bezighouden, dat ze ons bepaalde denkbeelden in het hoofd gaan prenten. Bijvoorbeeld, cholesterol is slecht voor je dinges en dan krijg je hartfalen. En dat houdt ons dan bezig. En dan gaan we ook tegen elkaar zeggen, ga je alweer een ei eten? Je hebt gisteren toch al een ei gegeten? En dan krijgen we weer ruzie. Zit niet zo te zeuren, ik heb gewoon zin in een eitje. Ja, maar je hart. Ho, Hans, je hart. Denk aan je hart. Nou, dan krijgt die man nog maar 1 ei in de week. Want zijn cholesterol is te hoog. Allemaal onzin. Bij Oprah Winfrey was er dan zo'n vlammende uitzending over dat je minimaal zoveel glazen water per dag moest drinken. En dan een paar jaar later, zonder dat ze die eerdere uitzending heeft gerectificeerd, haalt ze een uitzending dat je juist niet te veel water op een dag moet drinken. Want la 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 la. Totaal contrair. En zo iemand die klets maar wat. Die gaat het om kijkcijfers. En meer niet. Entertainment. Je kan ook zeggen dat gedoe rondom Joris Demmink. Er is ook heel veel entertainment bij. En verhalen dat Prins Friso aanwezig is geweest bij de moord op Marianne Vaatstra. En dat was de verklaring waarom die later niet doodging, maar net als... Paul McCartney, leeft hij nog ergens? Dat is entertainment. Je moet je er in feite helemaal niks van aantrekken. Het is hoe Babylon werkt. Ze hebben 3 takken. De ene tak, dat is de belastinginning. De andere tak is de afdeling geweld. En dan heb je de tak, en dat is de afdeling entertainment. En intern hebben ze een onderwijssysteem waarin iedereen uitgelegd krijgt hoe die 3 takken werken en hoe er samengewerkt moet worden. Ons onderwijs, dat is heel anders dan het onderwijs dat Babylon zijn eigen medewerkers geeft. Daar is er namelijk sprake van onderwijs. Wij krijgen entertainment voor onze kinderen. Dat is entertainment, meer niet. De waan van de dag. Dus in de jaren 60 kwam er op de Nederlandse universiteiten een golf aan nieuwe studierichtingen. En die heette dan zoiets als vrouwenstudies.
Wat is dat? Dat is entertainment. Wat is nou vrouwenstudies? De studie van de geschiedenis van de vrouw door de millennia heen. Ja, ja. Nou, wat valt er nou van te zeggen? Nou, dat ze onderdrukt werden. Wij worden dagelijks onderdrukt. Met z'n allen. 17 miljoen Nederlanders. Wij worden dagelijks onderdrukt. Dus waar heb je het over? Ik ken het verhaal van een stel, die hadden een kind, die hebben een kind. En die woonden samen en hun dochter zat bij ons op school, bij ons kind op school. En zij heeft zich zwanger laten maken door een andere kunstenaar. En hij was een heel klein beetje zijn baantje kwijt. Maar hij vond wel weer wat nieuws. Toen werd hij het huis uitgezet. En heeft hij nog een tijdje op zijn oude boot moeten wonen. En zij kreeg van de gemeente een subsidiepakket aangeboden. En kon een gerenoveerd pand betrekken. Waar ze haar winkel in bruidsjurken. Zo voortzetten. En dan samen met die andere kunstenaar, die had het andere stuk van het gerenoveerde pand gekregen. Met een winkeltje erbij, hè? Winkelpui, zo. Mooi hoor. Dat is je. Wie wordt er nou onderdrukt? Die man wiens vrouw is vreemd gegaan en hij moest gaan wonen op zijn oude boot? Of die vrouw die. Die gaat vreemd en die krijgt vervolgens ook nog een subsidiepakket aangeboden. In het kader van Arnhem Modestad. Ja, je mag mij vertellen. Al die dingen zijn entertainment. Ze verzinnen telkens weer wat nieuws wat er nou weer aan de hand is. Neem zoiets als veiligheidsgordels. Dat is verplicht in de auto. Dat is entertainment. Klaar. Je kan niet zeggen, dit is voor onze veiligheid. Nee. Natuurlijk niet. Als je die veiligheidsgordel niet om hebt, dan kost je dat 60 euro. Dat is entertainment. Dat is ons bezighouden. Oh Piet, je moet wel... doe je gordel om, Piet. Ja, zo'n zenuwachtige vrouw. Piet, je gaat nu rijden, ik wil dat je nu je gordel om doet. Ik reed een keer, zat de moeder van mijn kind, die zat naast mij. En we kwamen hier aan in Arnhem. En op de brug gaat mijn mobieltje over. En is een collega van mij. En we waren ergens mee bezig en hij zou me nog bellen. Dus. En ik moest eventjes met haar ergens naartoe. Maar het was overdag, ik was in principe aan het werk. En die collega die belt en ik neem op. En ja, op de brug hier in Arnhem om een uurtje of 3 'smiddags. Er staat een ontzettende file voor het stoplicht. Dus een beetje rijden en dan sta je weer stil. En een beetje rijden, sta je weer stil. Ja, en ik geef die vent, geef ik antwoord. Het begint mijn ego te krijsen, jongen. Je mag niet telefoneren als je auto rijdt. En dan heel hard schreeuwen. Ik kon mijn collega namelijk verstaan. Dat komt door de entertainment. Dit mag je niet, dat mag je niet. Het is allemaal juist voor jullie eigen bestwil dat het niet mag. En neem roken. Dus op het tabak zit een accijns. Oh ja, en je mag niet eens weten wat erin zit. Bij alles wat je maar consumeert, staat een hele lijst op met E114 en
hydroxypyroglutine sulfaat. Nou, bij een pakje tabak staat er alleen maar op Kentucky Fried Movie. En meer niet. En daar zit accijns op. En bovenop die accijns nog een keer BTW. En die tabak die kost helemaal niks, man. Dat kost echt helemaal niks. Tabak dat groeit echt tegen de klippen op. Het is niet moeilijk hoor, om tabak te verbouwen. Zelfs in Nederland gaat dat prima. Maar je krijgt er gezeik mee. Maar tabak kost niks. Die tabakzaakjes die groeien uit zichzelf. Noem een beetje koeienmest of zo moet erbij. Nou, we hebben toch een mestoverschot. Nou, gaan we tabak verbouwen. En dan zo'n plant moet je choppen. En dan hang je hem ondersteboven op. Je moet hem langzaam laten drogen. Niet te snel. Langzaam laten drogen. Dan moeten de nerven moeten eruit en de rest rook je op. Dat kost helemaal niks. Dat snap jij toch ook wel? En ik betaal nu voor een pakje check. Betaal ik 25 gulden. 25 gulden voor een pakje check. Ik weet nog wel dat een pakje check dat kostte mij 3,5 gulden. Dat is entertainment. Dat is puur, het houdt ons bezig. En daarbij natuurlijk dat ze die poen krijgen. Maar die verhalen met longkanker en alles, dat is entertainment. Dat is de afdeling mind control. En ze richten zich op de dames. Altijd. Hebben ze altijd gedaan. Hè? Ze maken die jonge meisjes gek. Hè? Dan komt de rest vanzelf wel. Je hebt nu zo'n fenomeen op internet. Dat heet Karen. Oh, oh, oh. Dan zie je die vrouwen tekeer gaan. Ja, daar krijg je geen woorden voor. En die zijn allemaal gevallen voor de entertainment. Of het entertainment. Ze geloven het allemaal. Ze denken dat het echt is. Ja, en ga zo iemand maar eens vertellen dat hij zit te kijken naar een schaduw. Een schimmenspel. Dat die persoon zich eens om moet draaien en moet zien dat er dus... een projector staat, er zijn allemaal filmrollen, en dat er mensen aankomen lopen en die hebben van die klemborden en die zitten dingen op te schrijven en op stopwatches te kijken. En die fluiten naar elkaar en hup, dan begint de volgende film en het vloeit in elkaar over. En... maar ja, mensen weten niet wat achterom kijken is. Ze kijken niet eens naar elkaar. Ze kijken alleen maar naar de entertainment. Het houdt ze bezig. Dus ja. En ze willen graag bezig gehouden worden. Nou, en je krijgt precies wat je wil. En dan word je bezig gehouden. Elke dag. Dat is een mooi verhaal. Dat is een vriendin van de moeder van mijn kind. Die had een leuke kerel. Die dronk geen alcohol. Ja, een glaasje wijn met kerst of zo. En hij rookte niet. Hij was een sportfanaat. En hij was landbouwkundig ingenieur. En hij werkte op het ministerie van Landbouw. En daar had hij een heel leuk arbeidscontract. Niet te veel uren. Echt een minimum aantal uur wat hij kon, mocht. En voor de rest was hij fietsen en dat soort dingen. Handig in huis, kon goed koken. Ja, en zij heeft hem gedumpt. In die zin, ze had er genoeg van. En dan krijgen ze gelijk van de gemeente. Per onmiddellijk hoor. Als ze een heel leuk woningje. Zo. En een uitkeringkie. Zo. Als ze die gozer niet nodig. Hè? Nee, ik kreeg ze alles van de gemeente. Ja, toen...
Toen ging de gemeente zeuren over het feit dat ze toch wel eens een keer wat mocht gaan doen. Maar ja, ze kon zo weinig. En toen had de gemeente uiteindelijk tegen haar gezegd, nou, als je dan helemaal niks kan, dan ga jij 3-4 dagen per week ga je koffie inschenken op bejaardencentrum Zonrust in Arnhem-Zuid. En dat is een heel eind met de bus. En zij zich beklagen. Nou, dat moet ik nou doen, hè. Maar dan ben ik daar en dan denk ik, wat doe ik hier eigenlijk? Want dit stelt helemaal niks voor. Ik kan net zo goed niet komen, hebben die mensen echt geen last van, hoor. Dat, ja, die paar dingen die ik doe, nou, die kunnen ze zelf ook wel, hè. Dat is echt nutteloos werk wat ik doe. En dan moet ik dan wel 3 dagen in de week, 4 dagen, dan zit ik eventjes nutteloos werk te doen. En nou, dan denk ik toch, waarom is dat eigenlijk, hè? Nou, zo iemand wil graag bezig gehouden worden. Dus die entertainment waar men voor valt. En daar word je bezig gehouden. Want dat is wat ze willen met je. Ze willen dat je werkt. Dat je, maakt niet uit wat je doet, dat je maar werkt. Liefst nutteloos werk. Dat zie je bezighouden. Want ja, anders ga je misschien wat doen wat zij niet hebben verzonnen. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat je iets gaat doen wat ze helemaal niet willen dat je gaat doen. Dus liever bepalen zij dat je nutteloos werk doet. Want dan weten ze tenminste dat je geen bedreiging vormt. Ja, zo simpel is het. Martin Heidegger heeft gezegd dat de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt is door de automatisering van de landbouw. Of de mechanisering, moet je dan maar zeggen. Maar je kan ook zeggen automatisering. Maar mechanisering van de landbouw. Ja, die is begonnen aan het einde van de 19e eeuw, denk ik. En dat nam toen een hoge vlucht. En dat betekent dat je een enorm arbeidspotentiaal over hebt. Van allemaal jongens die vroeger achter een ploeg met een paard of whatever. En al die arbeidskrachten die hadden nu niks meer te doen. Ja, dan maar oorlogje gaan beginnen. Hebben die jongens wat te doen. Die opmerking van Heidegger is niet goed gevallen. Men vond het een respectloze opmerking. En jij en ik weten dat die man gelijk heeft. Want wij moeten bezig gehouden worden. Neem zo'n landing bij D-Day. Daar heb je bakken. En achterin zit de kapitein. En aan de voorkant zit een klep. En dat is een landingsvaartuig. En dan doe je die klep omlaag. En dan marcheren die soldaten eruit en die gaan dan de strijd winnen. Ja, maar daar in de duinen, daar zitten bunkers van de Duitsers. En die zien de 's morgens vroeg zien ze die bootjes komen en dan tuf, 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 tuf. En die kunnen zo de mitrailleurs even mooi gaan richten en gewoon wachten tot het klepje open gaat. Als er gauw het klepje open gaat, dan zit... Dat is gewoon prijsschieten. Dat was met opzet zo. Ze hadden ook één groot rookgordijn neer kunnen leggen. Dat allergrootste, het rookgordijn der rookgordijnen. Ja, dat is ook neer kunnen leggen. En dan die bootjes. Dus dan zien die Duitsers in eerste instantie alleen maar heel veel rook. En die denken, ja, wat is dit nou? Aber Heinrich, was ist das? En dan in ene vanuit die rook duiken er allemaal Tommies op. En die zeggen ratatatatatatat. Nee, dat hebben ze niet gedaan. Nee. Het was de bedoeling dat er zoveel mogelijk doden zouden vallen. Hetzelfde geldt voor Stalingrad. Totaal nutteloze toestand. Dus, maar Stalin moest van zijn jongetjes af en Hitler ook. Dus... Ja, dan gaan we dat doen. We worden bezig gehouden door de afdeling entertainment. Ja, die verzinnen oorlogen omdat het weer eens tijd is. Dat houdt ons bezig.
Als je die roman neemt van George Orwell, 1984. Ja, dat klopt wel zo'n beetje, denk ik. Je hebt die roman van... Als die andere... Van, je hebt dus 1984 van Orwell. En die heeft ook Animal Farm geschreven. Heb je Aldous Huxley. Met zijn Brave New World. Brave of moedige nieuwe wereld. Dat is gewoon de oude wereld, hoor. Het is Babylon. Dus die romans zijn in feite beschrijvingen van Babylon op een onderhoudende manier. Een beetje angstaanjagend is ook goed. Als je dat leest, denk je, wat de enge samenleving zeg. Nou, ik ben blij dat ik Winston niet ben. Waarom heet dat karakter, denk jij, in 1984... Waarom heet dat karakter Winston? Ja, ik geef je 10 seconden. Het is theater, het is entertainment. En ik vraag me af wat we nu gaan krijgen, want die koning van ons die had het over een groot extern gevaar. Ik denk, wat gaan we nou weer doen? Ja, toch? Ik ben benieuwd, moet ik zeggen. Ja, maar Piri, ben je dan niet bang? Ja, voor wat? Ja, voor wat eigenlijk? Weet jij het? Ja, ik ben niet bang voor corona natuurlijk. Ik zou niet weten waarom. En ik ben ook niet bang voor al die mensen die bang zijn voor corona. Want die laat ik gewoon bang zijn voor corona. Als iemand aan mij vraagt van Perry, wil je alsjeblieft je mondmasker opdoen? Want ik word helemaal zenuwachtig als ik kijk naar die lelijke tanden van jou. Dan zeg ik, nou ja, oké. Ik ga wel eerder weg dan. Ik wil zo iemand dan ook niet tot last zijn. Maar ik doe wel mijn mondkapje op. Waarom niet? In de bus doe ik het ook. Leuk hoor, zo'n beslagen bril. Dus kan je lekker niks zien. Tja, ja, ik ben er dus niet bang voor. Ik zou niet weten waarom. Niet dat ik niet bang ben hoor. Dus ik ben wel bang. Ik heb wel angsten. Maar er zijn meer angsten op het... Ja, voor mijn eigen hachie. Dus je mag op deze aarde geen schade toebrengen. En aan de andere kant, er wordt er ook van je geacht dat je niet de godganse dag op je bibs gaat zitten. En je moet wel wat doen. En daartussen opereren en doe je dat goed. Doe je niet te veel en doe je niet te weinig. Dat vrees ik, maar meer niet. En nu met die coronadingen hier. Die CO2-toestand, daar zitten ze ook nog mee. Dat is ook een grote scam. Oh. Neem nou zo'n IPCC, hè. Die beweren dan iets te weten over de mondiale temperatuur. Gemiddeld. Ja, waar zijn die meetgegevens? En waarom is er niet een mondiaal temperatuursmeetnet, zodat ik op een internetpagina van dag tot dag kan zien hoe het is met de temperatuur wereldwijd? Waarom kan ik dat niet zien? Als de IPCC dan... Die gegevens iedere keer kwijt is, dan zou ik zeggen, nou, zet dat online op internet. Dat ik het van minuut tot minuut kan bijhouden. Ga ik die gegevens wel loggen?
op een schijfje van 64 gigabyte die je koopt bij de Action voor 6,95. Nou, daar gaan heel wat temperatuursgegevens op, hoor. En dan bewaar ik die gegevens wel voor het IPCC. Dat doen ze niet. Ze houden al die gegevens die allemaal... Ah, nee, is moeilijk. En voorspellingen en modellen. En, ja, gaat toch weg. De zeespiegel verandert, hoor. Dus, ga daar maar vanuit. En Nederland is aan het zakken. Ten opzichte van de zeespiegel. En dat komt doordat Nederland zakt. En dat komt doordat de zeespiegel stijgt. Dus ja. Dat is voorlopig geen probleem. Het gaat om hele kleine verschillen. Het is iets van 20 centimeter gestegen tijdens mijn leven. Het is niet zo dat de strandpaviljoens bij Zandvoort dat die extra dijken moeten gaan aanleggen. Of dat ze de boel moeten gaan verhogen, dat er palen onder moeten, want de zeespiegel stijgt. Nou, echt niet, hoor. Ga maar controleren, ga maar naar Zandvoort toe. Ga die mensen maar vragen. Waar heb je meer last van? De stijgende zeespiegel of de coronamaatregelen? Nou, dan weet jij en ik allebei het antwoord wel. Hè? Het is theater, het is een voorstelling. Met acteurs en een script en een regisseur. En een man in een jurk met een hoed. Die brengt dan pauselijke brieven uit. Hij heeft er laatst weer een uitgebracht. Hè? Zo'n encyclical. Dat is een encycliek, denk ik. Had hij het nou weer over met... Oh ja, de doodstraf moest afgeschaft worden. Het homohuwelijk moest geëerbiedigd worden. Dat maakt die man niet populair in katholieke kringen. En dan met name de traditioneel katholieke kringen. Waar het toch de meeste katholieke poen zit. En katholicisme is in Amerika big time. Hè? De mensen als Bill Clinton en Hillary Clinton en Trump. Het is allemaal heel erg close, zeg je dan, met die katholieken. Aartsbisschop, huppeltje pup. De Vietnamoorlog was aangeslingerd door de katholieke kerk. Ik heb het ook even weten. Kardinaal Spelman zat erachter. In opdracht van de Heilige Stoel natuurlijk. Amerika is bedoeld om het zwaard te zijn. De geweldstak van Babylon. Dus Amerika heeft 900 militaire basissen over de hele wereld. Dat is niet omdat die Amerikanen zo'n expansiedrift hebben. Nee, dat is omdat ze handelen in opdracht van de Heilige Stoel. Dus al de hele militaire gebeuren is van de Heilige Stoel. Het zijn maar drie poten. Belastinginning. En dan heb je het geweld. En dan heb je de afdeling entertainment. Waar de paus ook toe behoort. Dus entertainment. Kijk maar naar een kerkdienst. Dat is entertainment. Niet bij de protestanten in de regel. Dat is een dienst heel sober. Maar bij de katholieke kerk heb je een misdienaar. En dan gaan ze met wier ook zwaaien. En dan gaan ze de hostie eten. Met kaarsen lopen. Wat doen ze nog meer? Oh ja, allemaal verkleed. En
Een mooie licht schijnselen door gebrandschilderde ramen waar de zon zo mooi doorheen twinkelt. Op het beeld van Maria. Dat is entertainment. En wij maar kijken. En daar willen we meedoen. En dan gaan we ook nog betalen voor dingen als kijk- en luistergeld. Betalen we er ook zelf nog voor. Hè? Om bezig gehouden te worden. En we weten het allemaal best lang. Dat die info van de tv, dat niks te maken heeft met dat wat er in de wereld gaande is. Helemaal niks. Fantasieverhalen. Italië moest geld krijgen van Nederland via de EU. Hè? Want Italië was zoveel armer dan Nederland. Dus Nederland was zo rijk, we moeten de welvaart gaan verdelen. Ja. Maar de gemiddelde Italiaan, die mag met pensioen als die 62 is of zo. En wij moeten doorgaan tot 67. En de gemiddelde Italiaan heeft meer spaargeld dan de gemiddelde Nederlander. Dus wie is er nou het rijkste? Wat ze bedoelde te zeggen, de regering van Italië heeft minder geld dan de regering van Nederland. En daarom is er eventjes wat doorgesluist. Ja, zo blijven wij betalen. Die belasting in en de tak. Ja, en de geweldstak en de entertainmenttak. Ja, maar Perry, er zijn toch ook wetenschappelijke dingen? Er is toch afdeling wetenschap? Waar is die dan? Nou, die is er helemaal niet. Nou, intern, hè, voor de eigen jongens en meisjes hebben ze dus de wetenschap. Het punt is bij de wetenschap is dat haar pracht en praal erg overdreven wordt. Ik heb hier een boekje in huis en dat heet De causale verklaring van het leven. Dat is van een evolutiebioloog, Jordan, een Nederlander. Dat is gepubliceerd ergens in 1940 of 1935. Waaruit blijkt dat wij nog geen jota weten van dat wat leven is. Echt helemaal niet. We hebben vage theorieën. Een nader onderzoek is vereist. En op dat terrein waar Jordan bezig was, daar hoor je niemand meer over. En behalve mensen als Sheldrake, Rupert Sheldrake. Ja. Die wordt dan weer verguisd. Ze laten geen moment voorbij gaan om die vent af te zeiken. En heb je Bruce Lipton? Nou, zelfde laken het pak. Lynn McTaggart? Zelfde laken het pak. Die mensen worden wegbestempeld als een beetje maf. Hey, die mensen hebben experimenten gedaan en hele vreemde uitkomsten gezien. En voor de rest de wetenschap, ja, los van de techniek. Ze hebben hier in Arnhem hebben ze een nieuw stationsgebouw gemaakt. Een prachtige praalman. En als je daar naar kijkt, alles is gegolfd en het zat onder een hoek. En dan moet je eens even gaan uitrekenen welke onderdelen je daarvan niet nodig hebt. Maar ja, dat doen ze met computers. Dat doen ze in CAD, noemen ze dat. Computer-aided design. En dat begint met een tekening van de architect. En dan gaat iemand dat overzetten met een vector-dinges-programma. Worden daar vectoren van gemaakt en BG-curves. En dan wordt het allemaal in een model gestopt. En dan drukken ze op een knop. En dan gaat die computer gaat alle onderdelen, maakt die detailtekeningen van. Nou, die laat je maken. En vervolgens zet je het hele station in elkaar. Maar ja, is dat wetenschap? Weet ik niet. Is kunst.
Ja, er valt een hoop te weten hoor, met magneten en elektromagneten. En spoelen en ook chemicaliën. Er is van alles te weten. Wat levert dat je nou op? Ja, toch? Ja, synthetisch rubber, hè? Dat is wel handig. Dus het heeft wel voordelen, wetenschap. Oh ja, en denk aan een rioleringssysteem. Dus het rioleringssysteem van een stad als Arnhem is enorm complex. Dus iedereen trekt maar zijn toilet door en ze vinden het doodnormaal dat het ook wegspoelt. Als het dan niet zo is, dan gaan ze gelijk zeuren en de woningbouwvereniging bellen. En iedereen gaat er maar vanuit dat het automatisch gaat. Door kaboutertjes of zo. Oh, dat verdween diep in de grond overal. Nee, natuurlijk niet. Dat wordt allemaal van tevoren uitgerekend. Dus die diameter van al die pijpen. En hoe dat verloop is. Het stroomt van boven naar beneden. En dat moet allemaal naar de waterzuivering. Nou, dat is heel complex en dat is wetenschap. Dus er is wel wetenschap. Niet in die zin dat wij iets weten van het leven. Dat is maar heel beperkt. En er wordt heel erg groots over gedaan. We weten alles. En wij doen een scan van u maken. En dan gaan we kijken naar die plaatjes. En oh, u heeft dit. Dan hebben ze achteraf vastgesteld dat bij 3/4 van de mannen die overgegaan waren tot een akkoord te geven op de amputatie van hun prostaat. Of die wordt doodgestraald of kapotgestraald met kobalt, dacht ik. 3/4 van de mannen. Daarbij is achteraf vastgesteld dat ze dat niet hadden hoeven laten doen. 3/4. 3/4 van de mannen heeft zijn prostaat voor noppie laten chop-choppen. Ja, wat is wetenschap? Wat is de waarde daarvan? Nee, je hebt die 3 pilaren. De belastinginnerij, de geweldstak en de entertainmenttak. Er heeft ook iemand, dat is een stomme verbazing, geconstateerd dat bands als Crosby, Stills, Nash en Young en in die hoek nog meer van die aanverwante bandjes, hun ouders allemaal hoge posities bekleden in het Amerikaanse leger. Dus niet soldaatje derde rangs of zo. Nee, kolonel, majoor, huppeltje pup. Dus dan zie je dat telgen uit de geweldstak, dat die dan nou, over kunnen schakelen naar de entertainmenttak. En dan gaan ze daar liedjes zingen die dan in San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. Dat is entertainment. Het is wel mooie muziek hoor. Beetje saai. En zo spelen ze elkaar balletjes toe. En wij zitten er midden tussenin en ze doen maar wat met ons. Waar ze zin in hebben. En dan mogen we ook protesteren, vinden ze ook leuk. Dan krijgen wij een protestpartij, zoals Geert Wilders, en die gaat dan protesteren. En een Thierry Baudet, en die protesteert dan ook mee. En Thierry Baudet, die krijgt toch 150.000 per jaar. Dat is geen slecht baantje, hoor. En koffie is gratis, en lunch is gratis, en diner is gratis. Dat is wat je maar wil. Reiskosten zijn vergoed.
En als je klaar bent met je mooie werk, dan mag je burgemeester worden van Leeuwarden. Dan krijg je een mooi huis aan de rand van de stad. Is niet erg, toch? Laat die mensen lekker in die huizen wonen. Ik hoef ze niet, hoor. Ik heb nou zo'n lekker klein flesje. Ja, dat is helemaal goed. Ze hebben hier een renovatie gedaan en had ik nog meer dingen kunnen kiezen. Dan zei ik, nee, dat hoef ik niet. En dat hoef ik ook niet. Ja, maar meneer, het kost u niks. Ik zei, ja, nee, het maakt me niet uit, maar ik hoef het niet. Ik heb het niet nodig. Dus. Nou, het is ook niet verplicht, meneer. Ik zeg, mooi zo, want ik hoef het niet. Ik heb gewoon een gaskachel. En een of andere superboiler. En die gebruik ik maar voor een derde. Maar hij is wel heel energiezuinig. Nou, mooi zo. En je hoeft toch niet zoveel als mens? Dat is dat nou. Ik ontleen mijn plezier aan het leven zoals het is. Kijk ik naar de vogeltjes en zag ik dan laatst. Ik zag een eekhoorn. Die was heel donker. Echt donkerbruin, ik had het nooit gezien. Een donkerbruine eekhoorn. Toen liep ik naar mijn werk. In het washok had ik spullen gehaald. En, een eindje lopen naar mijn locatie en dan kom je door een soort boslaantje. Nou, dan zag ik hem gaan. Leuk toch? En dan kom ik bij mijn werk aan en dan aan de overkant, daar is ook een pand. En er zit dan een gozer vaak, net als ik aankom. Dan zit hij buiten op een stoeltje en dan rookt hij een checkie. En hem zeg ik altijd gedag. En van de week stond ik boven op de kamer van een van die jongens. En toen hoorde ik buiten wat en toen keek ik uit het raam. En vanaf de eerste verdieping. En toen zag ik zo'n groepje voorbij komen lopen. Dat doen ze daar op het terrein, gaan ze in groepjes lopen. Even frisse neus halen. En dat was dan toevallig het groepje van onze locatie. Dus ik kende iedereen. En er was er eentje. Hele grappige gozer. En die zag mij. Die lette op. En die zag mij staan achter het raam. En die zwaaide naar mij. En toen zwaaide ik terug. De rest zag mij helemaal niet. Ja, vind je het gek? Wie kijkt er nou omhoog? En hij wel, op zijn fiets. Zijn toilet was... Oh, man. Dat heb ik aan moeten pakken. Heet water, zoutzuur. Een ander reinigingsmiddel eroverheen. Nog wat anders geprobeerd. En ik heb gewonnen. Als je nou zijn kamer binnenkomt. Nou, ja, je ruikt altijd wel wat natuurlijk. Als je bij iemand binnenkomt. Maar het is niet meer die rare, zware lucht. Komt denk ik ook door die medicijnen die mensen krijgen. Dat je zweet gaat anders ruiken en je ontlasting gaat anders ruiken en je urine gaat anders ruiken. Door die medicijnen, denk ik. Nou, een raar luchtje. Weg ermee. Dat geeft mij heel veel voldoening. Dat geeft mij een lekker gevoel. En voor de rest, ach. Ik ben lekker aan het knutselen met mijn computers. En ik heb lekker eten gekookt. En het is vandaag lekker zondag. Ik moet nog iets gaan doen met mijn netwerk. Er is een kabel kapot. Even erachter zien te komen welke kabel. Dat is wel fijn om te weten. Hè?
En dat wordt nog een heel gepuzzel. Dus ik ga dan maar eens een kopje koffie maken en eens even nadenken hoe ik die kabelbreuk kan verhelpen. Het moet heel makkelijk zijn. Tot de volgende. Over corona. Doei.